Hoi, welkom op de afdeling neonatologie van CWZ. Kom maar met me mee voor een rondleiding. Op onze afdeling zijn er 15 kamers, waaronder 3 tweelingkamers. Op onze afdeling worden kindjes opgenomen die te vroeg geboren zijn, die problemen hebben gekregen vlak na de geboorte en kindjes die hier ter observatie liggen of een te laag geboortegewicht hebben. Ouders en verzorgers zijn 24 uur per dag welkom. Broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom en de rest van het bezoek is een overleg. Wanneer je hier voor de eerste keer op de afdeling bent of vragen hebt, kan je melden bij deze balie. Dan kan de secretaresse of een van mijn collega's jou helpen. Op iedere kamer hebben we verschillende functionaliteiten om de beste zorg aan uw kind te verlenen. Dit is een warmtebed. Dit is het meest voorkomende bedje hier op de afdeling waar ook kindjes in opgenomen worden. Verder hebben we ook een couveuse en een wieg. Op iedere kamer hangt een monitor. Hierop kunnen we uw kindje in de gaten houden waarop we de hartslag, het zuurstofgehalte in het bloed, de ademhaling en de bloeddruk kunnen zien. Op iedere kamer staat hij ook op privé in overleg met u. Wij houden uw kindje in de gaten via onze piepers en de centrale monitor voor bij de balie. Daarnaast hebben we ook nog een uitklapbed op de kamer ter beschikking. Hier kunnen ouders en verzorgers in liggen. En voor de moeders is er in de kraamperiode een hoger bed aanwezig. Alle spullen die nodig zijn om uw kind te verzorgen liggen hier ook op de kamer. Op de afdeling hebben we ook verschillende faciliteiten, zoals een magnetron en een koelkast voor ouders en verzorgers. Ook hebben we hier een brievenbus waar ouders hun lunch en warme maaltijdbriefje in kunnen leveren. Verder hebben we ook verschillende kamers, waaronder de familiekamer waar ik nu ben. Hier kan je met bezoek tot rust komen en eventueel ook eten. Dit was onze afdeling in Vogelvlucht. Mocht het nodig zijn, staan we met het hele team voor u klaar.